Welkom bij de Schimmels en Bacteriën Biocast. Dat is die van 1.4. En hier zien we schimmels. Je ziet daar links een paddenstoel. En de paddenstoel, daar is het bovenste gedeelte de hoed. De plaatjes zitten daaronder. En als je kijkt links, dan zie je de steel. En dan zie je de schimmeldraden onder de grond zitten. En die, die lange draden zie je eigenlijk rechts onderin ook. En als je kijkt rechtsbovenin naar de omgevallen paddenstoel, dan zie je daar ook de plaatjes zitten met waar, tussen de, waar de sporen zitten. En daarmee plant hij zich voort. Het is eigenlijk het voorplantingsorgaan van een schimmel, de paddenstoel. En het grootste gedeelte zit onder de grond. Want wat je hier ziet, denk je dat het allemaal verschillende organismen zijn. Maar het is één organisme wat je hier ziet. En die breidt zich steeds verder naar buiten toe uit. En die schimmeldraden die produceren stoffen die de vertering doen buiten de paddenstoel, buiten de schimmel. En als de voedingsstoffen verteerd zijn, dan pas worden ze opgenomen door de schimmeldraden. Dit is een cel van een schimmel. En die heeft weer een aantal onderdelen: de celwand heeft hij, hij heeft het rode, het celmembraan, pijltje staat niet helemaal goed. De celkern, het regelgedeelte, weer cytoplasma. In een grote vacuole. Hij heeft geen bladgroenkorrels. Hij kan dus niet zijn eigen voedsel maken. Dit is een bacterie. Die lijkt er wel wat op, maar er zijn toch wel wat verschillen. De celband heeft hij, het celmembraan heeft hij ook. Hij heeft ook cytoplasma. Maar het DNA ligt los in het cytoplasma. Hij heeft dus geen celkern. En heel vaak hebben bacteriën draden. En die bacterie die. Neemt melksuiker op, die breekt die af en dan ontstaan melkzuur en afvalstoffen. En dat is hetgene waar je bij bacteriën zo'n last van hebt en ziek van kunt worden. Je kunt bacteriën doden. Dat doe je om voedingsmiddelen langer goed te houden. Halfvolle melk, zoals je hier ziet, die wordt gepasteuriseerd, die wordt bij 70 graden verhit. En daardoor gaan er een heleboel bacteriën dood, maar niet allemaal. Je kunt die melk dus niet zo lang goed houden. Dit is houdbare melk. Dat is gesteriliseerde melk. Die smaakt wat anders. Maar dat betekent wel dat je die heel lang goed kunt houden buiten de koelkast. Hij is bij 120 graden verhit en daardoor zijn alle micro-organismen dood. Je kunt ook voedingsmiddelen bestralen. Daardoor gaan de micro-organismen ook dood. Je kunt ze ook onbewegelijk maken. Dat betekent dat ze zich niet gaan vermeerderen. Maar als je ze uit een toestand haalt waarin ze geconserveerd zijn, dus bewaard worden, dan kunnen de micro-organismen weer opnieuw aan de slag gaan. Hier zie je eh, vruchten, citroenen in dit geval, in zout water zitten. Het zout zorgt ervoor dat het water uit de eh, Citroenen gaat en dan kunnen de bacteriën en de schimmels het water niet gebruiken. Je kunt ze ook in het zuur doen, zoals deze zure bommen. Dat zorgt er ook voor dat ze niet bederven. Jam zit heel veel suiker in en dat suiker trekt ook het water naar zich toe, zodat de bacteriën daar niks mee kunnen. En tenslotte kun je het nog onder de alcohol zetten. 80% alcohol als je daar de vruchten in legt. Dan blijven ze ook goed. Je kunt het ook vacuüm trekken. Deze worsten blijven goed omdat er geen zuurstof in zit. Dus micro-organismen die ook zuurstof nodig hebben voor hun verbranding, kunnen hier niet aan de slag. Als je het openmaakt, moet je het ook redelijk snel opeten. Want dan kunnen de bacteriën die nog in leven zijn, weer opnieuw zich gaan delen. Hetzelfde geldt voor diepvriesmiddelen. In de diepvries zijn ze te bewaren. Maar als je het uit de diepvries haalt, moet je ze snel opmaken. Je kunt ook, zoals deze tomaten, je kunt ook voedingsmiddelen drogen. Dan heb je weer het verhaal: er is water nodig voor de micro-organismen om te kunnen bestaan. Salmonella is een bacterie die je heel vaak in kipproducten ziet. En die maken zo'n giftige afvalstof. Dus betekent schoonwerken. En oppassen voor kruisbesmetting. En dat betekent, de plank waarop je de kip gesneden hebt, moet je daarna niet gebruiken om de groente op te snijden. En zorg dat je lagere temperaturen houdt voor je voedingsmiddelen. Dus als je gaat barbecueën, dan zorg je dat de kip zo lang mogelijk in de koelkast blijft en leg ze niet in de zon naast de barbecue. En geen rauwe kipproducten eten. Want als je het vlees goed bakt. Dan zijn de micro-organismen dood. En dan is het zo dat bacteriën zich delen. En als we ervan uitgaan dat deze bacterie zich in tweeën deelt, elke 15 minuten, hoeveel heb je er dan na een uur? Je begint met één, om 12 uur. Om, eh, kwart over, om kwart over 12 deelt hij zich in tweeën. Dan hebben we er twee. Om half 1... Deelt zich weer, delen die twee zich in tweeën en heb je er vier. Kwart voor één heb je er acht. En die raadt het al, om één uur zijn het er zestien. Dus in een korte tijd kun je, ook al heb je als je begint heel weinig bacteriën, er heel snel heel veel hebben. Dan zijn we aan het overzicht. Je kunt namelijk een tabelletje maken van de kenmerken. Dus de overeenkomsten en de verschillen. Nou, het gaat nu over de. Verschillen met name tussen de verschillende rijken, de cellen van de verschillende rijken. We kijken naar celmembranen, naar celwanden, naar celkernen, bladgroenkorrels en vacuolen. De bacterie heeft een celmembraan, dat hebben ze eigenlijk allemaal, en een celwand. Geen bladgroenkorrels en geen vacuolen. De schimmel, die heeft een celmembraan, een celwand, maar ook een celkern. En hij heeft ook een vacuole. Een plantencel heeft van alles wat. Hij is de enige die bladgroenkorrels heeft. En een dierlijke cel heeft wel een celmembraan, maar geen celwand en wel een celkern. Hier nog wat plaatjes zoals je op een toets zou kunnen zien. Dit is kraakbeen, dierlijke cellen. Je ziet de celkern en je ziet het celmembraan in de tekening. Dit is een plantaardige cel. Je ziet de celwand. Je ziet vacuolen en je ziet ook, nummer 8, de bladgroenkorrels. Hier een andere tekening en die is wat minder schematisch en wat meer natuurgetrouw van een uiencel, zoals je die door een microscoop ziet. En hier een pantoffeldiertje. Je ziet de trilharen zitten aan de buitenkant en je ziet dat hij ook geen celwand heeft. Dit was hem alweer, de 1.4 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.